Welkom op de vierde aflevering van Safety Talks. Vandaag hebben we een hele simpele vraag voor de mensen. Als er nog uitdagingen liggen binnen veiligheid, welke zijn die dan volgens jullie? En hebben jullie daar zelf ideeën over hoe die je zou kunnen realiseren? Geniet ervan en tot straks. Uitdagingen binnen veiligheid, denk ik, dat in de huidige context, dat gaat zijn voor de mensen gemotiveerd te houden. Liever extra regels op te stellen of dus nog eens met nieuwe ideeën af te komen. Nieuwe ideeën zijn altijd goed, maar gewoon voor de bestaande ideeën te laten naleven. Hey, ik weet, bij mijn werkgever worden we daar maandelijks om herinnerd, hey, met affiches, dat ze elke keer een andere regel in de kijker zetten. Een van de 10 geboden bijvoorbeeld. En daar worden loscontroles over gegeven. Dus dat vind ik al op zich goed. Voor de mensen gemotiveerd te houden. Voor de rest, ja, ik kom met de veiligheidsdienst op zich heel weinig in contact. Ik zie de resultaten van hun werk, maar het eigenlijke proces tot hoe dat ze met nieuwe regels komen, daar heb ik heel weinig zicht op. Gelijk ik al had gezegd, van transparantie in het opstellen van die regels, ja, ik ervaar dat niet zo. Toch niet in die mate. Dus ja, ik denk voor die vraag te beantwoorden, dat kan heel bondig. De bestaande regels, de mensen motiveren voor de bestaande regels eigenlijk na te leven. Daar komen we wel een heel eind mee. Dat durf ik niet de vinger op te leggen van, nou, dit is de grootste uitdaging die ik zie, want het verschilt zo enorm per bedrijf. En daar heb ik geen overkoepelende termen of problemen voor, durf ik ervoor te benoemen. Kijk, ik kan wel zeggen dat in algemene zin zie ik dat de bedrijven enorm, en nu spreek ik weer voor die BZO-bedrijven, dat de bedrijven enorm worstelen met de hoeveelheid informatie, data die er nu bij elkaar gebracht moet worden. Maar dat is, ja. Dat is een element. Ze verliezen het overzicht. Ze hebben te weinig mensen om goed sturing eraan te geven. Maar ja, dat is een probleem binnen de bedrijven zelf. Niet dat ik nou zeg van, dat is een algemeen iets. Maar het is wel altijd het mannetje die, er zit er altijd 1 of 2 op veiligheid die eigenlijk werk hebben voor 4. Echt ideeën heb ik er eigenlijk niet over, omdat ik al zoveel gezien heb daar. En we hebben al zoveel geprobeerd, maar daar wil ik nog. Het komt altijd op hetzelfde neer. Als we te veel tijd verliezen, dan wordt dat al. Dan moeten we dat eigenlijk ons bestellen wel iets voor, maar dan zeggen we ja, dan verliezen we ook te veel tijd. Maar dan zoeken we naar een andere oplossing. En af en toe komt er wel eens iets nuttig uit de bus, maar er wordt ook veel terug opzij geschoven, dat het eigenlijk niet haalbaar is. Ik stel nog maar een voorbeeld. Wij mogen niks van, als wij een ijs aan boord geven, mogen wij geen ander materiaal erop, ernaast. Dat moet allemaal leeg zijn. Maar wij lossen bijvoorbeeld boten waar een massa hout op ligt. Dus in het begin was dat, ja, dan moeten we een bak naar beneden laten gaan. Al dat hout eraf, die bak eruit, maar ja. Dan komen we terug op dat hele puntje, dan deden we niks. Dan heeft de veiligheid erbij, kunnen we dat oplossen. Nu is de oplossing, haal de hout naar het midden. Zorgen dat dat er niet afvalt. Niet kan afvallen met de wind of. En dan mag dat er zo uitgegeven worden. Zodanig dat je niet voor één ijs 3 handelingen moet doen, maar dat je dat met één handeling kunt afwerken eigenlijk. Een grote uitdaging is inderdaad het in iedereen zijn hoofd krijgen waarom dat het is. Ik heb om 12 uur stipt echt een toespraak moeten geven om 20 man, dat ik niet snap. Als je ziet ze slenteren naar hun job, maar dan ineens daar, ja, ik wou dat maar doen voor dat rap te doen. Dat ik zeg, dat slaagt nergens op. Dus dat zit verkeerd in die mensen hun hoofd. Die doen dat voor goed te doen, hè? Die wouden nu die job rap afhandelen. Ja, waarom? Ja, zodat de firma meer geld verdient, want ze staan per uur. Hè? Die, ja, daar moeten ze vanaf. Veiligheid, ja, moet, ja, zelfs geen gedrag, moet een gedachtegang zijn. En ja,
Ik denk dat dat de grote uitdaging is. Ik probeer het altijd, maar er werken heel veel jonge mensen die nog geen kinderen hebben bij ons. Tegen mensen met kinderen kan ik dat heel, heel goed vertellen in een speeltuin. Iedereen komt in die speeltuin en die screenen heel die speeltuin. Binnen de 30 seconden weten die elke schroef die ergens uitsteekt, elke rare man die er achter een boom in een lange jas staat, dat hebben ze allemaal gezien. Dat is oké, zo moet het zijn. Dat is spijtig dat dat zo moet zijn, maar zo moet het wel zijn. Dus dat is de grote uitdaging, van dat iedereen die een voet op zijn werk zet, in zijn beroep zet, dat die constant als eerste en in feite altijd aan die veiligheid denken. Om dat in de mensen in hun hoofd te krijgen, dat is een grote job. En ik denk dat dat wel gaat door opleidingen. Ik geloof heel erg in opleidingen. Voorbeelden laten zien. Leidinggevende, hiërarchische lijn. Laat die eens zien voor wat die allemaal verantwoordelijk zijn. En eerst denken die dan over dingen anders. Dus die opleidingen helpen wel. Dus ja, ik denk opleidingen. Heel praktische opleidingen. Ja, ik denk, bij ons binnen het bedrijf wordt daar heel zwaar op ingezet. Maar wij zijn één business unit of één afdeling van heel de katoonatie in België. En wereldwijd heeft ook nog afdelingen. Per afdeling zitten we met een hele vlakke structuur. Dus wij zijn redelijk autonoom. Onze manager, zolang is dat die resultaten goed zijn en de rendementen zijn oké, mag die eigenlijk doen wat ze wilt. Maar ik denk dat er binnen veiligheid eigenlijk een betere manier zou moeten zijn om best practices te delen tussen verschillende business units. Omdat ook al verschillende producten wel, wij zitten met een aantal overlappende activiteiten. En ik zou zeggen dat met dat stoktellen met die hoogtewerker, een aantal magazijnen verder, dan denk ik een week nadat ik mijn safety observation heb ingevuld, is er op een andere afdeling, 4 magazijnen verder, iemand aangereden geweest op die manier. En het ding is, dat is allemaal zo afdeling per afdeling. Maar als zo'n ding is bijvoorbeeld in open kunnen getrokken worden, en dat dan over, al is het via een korte nieuwsbrief of het een of het ander, dat ze zeggen van oké, let daarop. Dat in andere vestigingen ook kan overgenomen worden en dat wel een serieus accident kunnen vermijden. Ik denk, je neemt je lessen aan. Ik weet niet hoe lang de opleiding lessen duurt. Dat zal natuurlijk wel een aantal jaren zijn, denk ik. Dat je een goede lesser bent. Waarom moet jij dat het legitiem is? Je moet dat toch al weten. Van op school moet je dat toch al geweten zijn. Waar feitelijk die werkinstructie lessen, dat moet je toch al mee hebben van school. Dat moet je toch al meegekregen van school. Dat is toch iets dat moet toch in die zijn skillset zitten. Wel, dat klopt, hè. Maar ik zal zeggen waarom dat bij ons soms een beetje anders ligt. Maar ik ben er wel mee eens dat wij niks moeten zeggen tegen die mens van hoe dat moet lassen. Maar er is bij ons bijvoorbeeld wel een verschil als die op een toestel of op een lading gaat lassen, nogal welk product dat erin zit. Dus dat is een beetje de combinatie van... Maar ik ben er 100% mee eens dat het waar een water uitvinden en van nul beginnen en tegen een specialist zeggen van zeg, ik weet het beter als ga. Je moet het ook beter weten. Hè? Het is niet van ik weet het beter. Het is verplicht van het beter te weten. Maar dat is de idiotie voorbij. Daar ben ik het mee eens. Belachelijk. Ja. En ik denk dat daar nog een uithouding ligt voor de overheid. Voor dat mee te geven in school. Waarom krijgt elke student niet mee hoe hij op een stoel moet zitten voor zijn scherm? Dat is iets dat je op school moet leren, toch niet dat je werkgever... dat je dan bij de werktempel ineens... Is dat belangrijk? Ondertussen liggen wel 15 jaar te hangen en te liggen in een stoel. Alleen dan denk ik, dat klopt toch niet? Er is toch ergens niet juist een heel dat gebeuren, een heel die insteek. Dat is dan eigenlijk zo'n beetje ook het antwoord van nu op de vierde vraag. De grootste uitdaging is dat eigenlijk. Dat wegnemen van overheid, dat misschien op een eerder traject al installeren bij mensen. En zorgen dat we terug naar basisveiligheid gaan. In plaats van, gelijk dat je het al zo een paar keer schoon hebt gezegd, risico-indekking. Risico-indekking. En dat doen wij nu ook. Daar zijn wij dus keihard mee bezig. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat als er iets gebeurt, wij als werkgever volledig ingedekt zijn.
of zoveel mogelijk ingedekt zijn, volledig misschien ook dat gewoon niet natuurlijk. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we, zo gezegd op papier, dan, want dat is dikwijls op papier, dat je die veiligheidsinstructie kort, dat leest je niet. Je lasser leest dan eens, die veiligheidsinstructie kort, je denkt. Die steekt daarmee in zijn kafje, waar dat ergens wordt uitgekoppeld. En als er controle komt, pakt hij dat kafje eruit. Dat is het veilig. We zijn volledig bezig met hoe kunnen wij ervoor zorgen dat als er controle komt, wij kunnen zeggen van, jammer, oef, of er gebeurt iets, dat we kunnen zeggen van, oef. Ja, dat klopt. Daar zijn we volledig mee bezig als bedrijf. En terecht, hè. Sven, terecht, hè. Want lok maar eens mee en je bent niet in orde. Hè. Wordt strafrechtelijk vervolgd, hè. Voor wel zo. Hè. Je kunt als werkgever en werknemer kunnen elkaar niet aanklagen of bij zware fout. Maar de fatwa zo kan dat wel. Hè. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje de moeilijkheid in de dunne laan, denk ik. Hè. Er is iets wat dat binnen de veiligheid zo wat de new view noemt, hè, waarbij dat men met een vernieuwde blik naar veiligheid wil kijken. Je hebt vroeger reden zo, je kent het tijd Tom, technologische organisatoren zijn min, waarbij dat men nu zo wat aan het kijken is wat dat men kan doen voor gedrag te sturen bij mensen. Ja. Omdat er toch al een beetje een consensus ontstaan is waarbij dat men zegt van, ja, kijk, een ongeluk, dat gebeurt niet omdat een mens denkt op zijn eigen van, vandaag kom ik naar mijn fabriek en ik kon mijn hand in de kolom boorsteken, ja, zodat ik 4 weken thuis zit. Dat doet niemand. Dat gebeurt omdat er op een gegeven moment iets mis is. Dat kan zijn dat er iets mis is met die boormachine. Het kan zijn dat die mens verstrooid is. Allee, er kan van alles bij zijn. Dus dat vind ik op zich een goede trend. Maar er is nog heel veel werk aan. Hè. Er is nog heel veel werk aan. Hè. En ik zeg net er geen... En ik geef het ook toe. Hè, er zijn misschien genoeg werkgevers, hè, die wel fout zijn. Hè, die wel wordt tegen werknemers beschermd moeten worden. Daar ben ik volledig mee akkoord. Anderzijds is dat ook. Hè. De koloniale nest werknemers, waar feitelijk de collega's dan, of de werkgever tegen beschermd moet worden. En eigenlijk kan je nu niet veel doen. Eigenlijk kan je nu niet veel doen. En ik zie dat hier ook. Hè. En wij zeggen dat ook. Hè. Als mensen beginnen te werken, zeggen wij ook van, de bedoeling is absoluut niet dat je naar hier komt en voor je vinger kwijt te spelen. Hè. Dat is hier absoluut niet de bedoeling met te komen werken, dat je hier met stukken of brokken buiten gaat. Hè. Zie je, als er iets is dat niet in orde is, ja, stop dan, hé. Of ga het vragen, of kom het zeggen, of dit of dat. Maar doe geen dingen, waar je niet zeker van bent, die gevaarlijk zijn. Bij de jeugd werkt dat beter dan bij de oudere generatie. Ja, bij ons is dat. De jeugd is in alle chance, die beseffen dat toch wel meer. Die hebben toch op een of andere manier toch wat meer meegekregen. Ik alweer, want ik wijs tot school, dat ik denk, eigenlijk zou ze van school moeten meekrijgen. Veiligheidsbesef zou een vak moeten zijn, of toch een werk, of een lessenreeks. Hè. Zowel voor uitvoerende mensen, dat die dan inderdaad weten hoe dat een machine moet, wat de minimumvereisten zijn van een machine, en voor mensen in hun bureau. Wel, maar dat is het natuurlijk wel een beetje. Hè. Het veiligheidsbesef, dat is hetgeen dat je in het begin zei, dat is niet statisch. Hè. Nee, dat is dynamisch. Ja. En dat verschilt heel een tijd bij iedereen. Dus als je binnenkomt bij Cindy in de drukkerij, of komt binnen bij Walter in de drukkerij, kan het zijn dat daar allemaal verschilt. Maar ik denk dat een insteek nog altijd moet zijn van, ja, mensen doen dat niet, omdat ze willen dat hun werknemers verongelukken. Werknemers doen dat niet, omdat ze willen dat ze thuis zitten. Dat is gewoon omdat er in die omgeving anders naar veiligheid wordt gekeken dan op een ander. Absoluut. En dan denk ik dat een overheid een taakje voorbij te sturen en tips en pointers te geven en te zorgen dat daar verbeterd wordt waar het moet verbeteren. Eerder dan wat je zegt, binnen te komen, een audit te doen en te zeggen, oh, edda. Want dan is het misschien wel op papier in orde, maar als je de deur opentrekt van het magazijn, is het misschien niet een grote chaos. Absoluut. Dat is het dan zo'n beetje. Natuurlijk is dat. En nog iets zijn, in het overheid ook, wat ik een beetje mis, en PV doet er goed werk, zeg. Dat is een informatiecentrum. Een echt informatiecentrum. En waarbij dat je... Best practices. En zoek maar eens een risicoanalyse. We hebben opleiding gevolgd. Hè. Dus je hebt die al van je collega's, een hele nest meegekregen. Iedereen een bestandje gedeeld. Stel dat je dat niet zegt. Je bent een werkgever die je begint. Zoek het maar eens. Risicoanalyse, kolomboormachine, om maar iets te zeggen. Je vindt dat nu al op het internet, hè, maar dan weet je altijd niet dat het een goede is. Hè.
Hetzelfde geld is dat door een of andere gekke mekaner geflanst. Dat vind ik, dat mankeer ik een beetje. Bruikbare informatie. En wie doet dat wel? Natuurlijk, er zijn een hele hoop organisaties op die kar gesprongen. Hey, externe diensten, maar ook iets gelijk Prebis enzovoort. En, hey, en Prevent en wat doen die? Ah, die vragen daar dikwijls geld voor. Abonnementsformulen of hey, zoiets. Hey, dat je zegt van, hey, ja, inderdaad. Dat je zegt van, en dan kun je dat altijd aanpassen naar je eigen omstandigheden. Dan denk je een beetje van, denk ik, specifieke machines niet. Daar ben ik volledig mee akkoord. Hè. Overheid, die kan niet de drukpers die wij bestaan, daar moet die risicoanalyse niet van staan. Dat moet je maar wel, dat is paletje, dat moet je dat allemaal niet zelf goed vinden. Dat mankeer ik. Dat mis ik soms wel een beetje van, je moet dit doen, zoek het maar. Oké, met dankzij dat netwerk is dat redelijk gemakkelijk. Maar anders, ja, dan zit wel gecharreld. Ja, maar het is een opmerking dat iedereen maakt. De uitwisseling van. Ja. We zijn eigenlijk allemaal zo wel wat hetzelfde zeggen van, ja, je mokt zoiets, en op een gegeven moment is er een tekort, waardoor het er een incident is. Al dan niet mee schoon, dat is nog iets anders, maar waardoor het er een incident is. En dan gaan we beginnen rondkijken en rondvragen en rondhoren, en dan blijkt dat er ergens wel expertise zit, waardoor we dat eigenlijk hadden kunnen voorkomen. Waarom moeten we eerst dat incident krijgen, vooraleer dat we weten hoe dat je dat moet voorkomen? Er zijn veel mensen dat zeggen dat er een uitwisseling van best practices of zoiets, dat dat echt wel iets is waar dat ook nog aan moet gewerkt worden. De vierde vraag dat ik u had doorgestuurd, en ik heb er gisteren eigenlijk een heel interessant antwoord op gekregen. Ik denk dat het bij u niet anders gaat zijn. Nee, helemaal geen pressure, maar... waar liggen er volgens u nog uitdagingen voor de veiligheid te verbeteren? En heb je misschien zelf ideeën daaromtrend? Ja. Ja, dus ook wederom, het is waar de grens ligt. Hè, van waar, wat aanvaard je als het risico? En ja, de uitdagingen die er voor mij zijn, moeilijke vraag hoor. Er zijn tal van uitdagingen. Maar hetgeen dat ik bijvoorbeeld voor mij van beeld heb, is van als je kijkt naar hoe men die Empire State Building, dat soort die iconische beelden van die daar hun lunchpauzen hebben op een balk. Ja, voilà, dat was, nu zouden we daar, wat een horrorbeeld, maar toen dat was de normaalste zaak van weer. En nu zouden we dat totaal niet meer aanvaarden als risico. Dus in de huidige maatschappij, we hebben een bepaald risico dat we aanvaarden. Misschien dat binnen 50 jaar dat ze terugkijken en zeggen ze van, oh, waar ze toen mee bezig, hoe is dat mogelijk? Nu, vanuit onze waarden, ik vind dat het nu bezig is, het eigenlijk globaal gezien, zeker in de westerse wereld, hebben we goed evenwicht al gevonden, globaal gezien, hè? Dus niet in individuele bedrijven. En dan kijken we bijvoorbeeld naar hoe men bezig is in China of India, en dan zeggen we, hoe zijn ze daarmee bezig? Maar ook, we kijken met onze eigen bril en onze eigen denkkader. En misschien dat daar, moet ik zeggen, de uitdaging gaat zijn van, is ons denkkader correct? Gaat het te ver? Beginnen te veel door te slaan naar de kant van, we zijn ze zo aan beschermen dat op den duur dat we totaal geen enkel risico meer gaan aanvaarden? Of is het niet, en is het van... hoe kunnen we daar meer een evenwicht in bereiken? Dat is, maar ik weet niet of dat een antwoord is op uw vraag. Hè. Maar wat men volgens mij ook zou kunnen doen, is meer en meer gebruik maken van het netwerkeffect. Wat men nu vaak toch ook nog doet, is het warm water overal opnieuw uitvinden. En men heeft in een bepaald bedrijf een oplossing voor dat risico en men gaat dat zo aanpakken. En op andere bedrijven gaat men iets gelijkaardig hebben, een soort van parallele evolutie, maar daar is geen kruisbestuiving. En dus daar is misschien, als men daar een soort van netwerk kan gaan hebben, dat men, zoals men nu met Prebis, met dat Wikiprebia toch al begint, en dat men meer gedachtenuitwisselingen kan hebben, zodat men zegt van, je doet op die manier, we kunnen dat ook op, en dan ideeën, en dat je zo zaken sneller kunt laten verlopen, en ook dat je risico's waar je misschien zelfs totaal niet van bewust bent, maar doordat je iemand die iets, een gelijkaardige werkomgeving, die zegt van, we hebben hier toch
een extra, een derde stap aan toegevoegd, want we hebben toch al eens een arbeidsrisico gehad, dat men dan ineens zegt van, oh juist, ja, nog niet aan gedacht dat dat een mogelijk risico is. Want soms weet je dat pas na de feiten van een ernstig arbeidsongeval, we hebben nooit gedacht dat dat nu zou kunnen gebeuren. Dus ik weet niet of dat een antwoord is op die vraag, van daar is misschien door dat netwerkeffect, door meer laagdrempelige informatieuitwisseling, dat men risico's gaat identificeren die men zelfs nog niet wist. Wie was dat? Dick Cheney die dat toen zei, van die known unknowns en die unknown unknowns. Ja. Dat men die uit de schaduw gaat kunnen halen. Ik denk dat je bij veiligheid zeker iets moet hebben zoals een kapstok waar dat je dingen aan kunt hangen. En dat je bijvoorbeeld gelijk als voor opleidingen dingen moet gaan zien van hoe kan ik met mijn mensen nog beter opleiden op welk gebied dan ook. En dan heb je bijvoorbeeld een andere kapstok bijvoorbeeld voor arbeidsmiddelen bijvoorbeeld, een andere voor PBM's, dat gaan een PBM-team zijn en dat gaan een soort kapstok hebben waar je veel dingen aan kunt hangen en waar dat gaat continu en waar dat door die kapstok eigenlijk een boom wordt waar dat je die verder groeit. Ja. Dus je moet een basis hebben waar dat je van daar vertrekt en dan kun je zeggen ja, ik kan mijn veiligheid gaan optimaliseren door niet aan één punt te denken, maar aan verschillende punten op verschillende manieren en up-to-date, er zijn altijd nieuwe technieken, andere nieuwe middelen die dat soms het werk echt veiliger maken. Ik denk de uitdaging, in ieder geval zoals ik hem zie, is verder te gaan met zeg maar meer, ik zou bijna zeggen, een soort nieuwere modellen van het systeem. Wij zijn gewend om technieken te gebruiken zoals HACCP en FaultTree en 5Y en ik kan nog een 29 van dit soort technieken gebruiken. En die zijn allemaal gebaseerd op een hele domino-theorie. Van of de Zwitserse kaasmodel, die zie ik nog steeds sinds het eerste boek van Reason uit 88. En het wordt nog steeds geprojecteerd van Zwitserse kaas. Beautiful. Maar er zijn ook andere manieren om naar te kijken. En soms wordt het safety toegenoemd, resilience. Maar er zit ook wat in die modellen. Zoals Fram van Holnagel of Stamp van Levinson. Zijn technieken die ik zelf nu aan het gebruiken ben, binnen mijn eigen projecten, om veel explicieter te werken. En ik denk dat een goede volgende stap is als het gaat over veiligheid. Met elkaar een gedeeld beeld hebben. Met elkaar begrijpen hoe we naar het systeem kijken. Dit kwam naar aanleiding van mijn onderzoek. Ik ben gaan kijken naar hoe wij veiligheid doen in de spoorwegen in Nederland. Ik ben iedereen in de keten gaan interviewen. Ik heb gesproken met het ministerie. Ik heb gesproken met de veiligheidsadviesorganen. Ik heb gesproken met het Europese orgaan. Ik heb met machinisten gesproken. Met managers, met veiligheidskundigen in verschillende bedrijven. Oké, waar gaat het om? Wat doen wij goed, wat doen wij niet zo goed? Ik ben ook gaan kijken naar oude projecten. Projecten van 4, 5 miljard euro. Wat hebben we daar ontdekt? En vanuit die projecten, wat sommigen zeggen zijn te duur, zijn mislukt. Ook dat is gewoon een klassificatie. Maar wat kunnen we beter doen? En dit is vooral het delen van dat beeld met elkaar. Het snappen met elkaar wat we aan het doen zijn. En dat is niet alleen een set van eisen sturen naar de leverancier. Doe mij dit. Maar ook de leverancier meenemen in waarom. Wat zijn mijn aannames? Hoe denk ik over de werking van het systeem? Wat is de mensen die daarmee gaan werken? Welke beperkingen zijn er?
En dan ook terug vanuit de leverancier actief vragen. Jij levert het systeem op. Vertel mij het hoe en wat en waarom. En zo maken wij bijvoorbeeld een vrij uitgebreid model in, met doelen en strategieën. Een techniek dat heet Goal Structuring Notation. Waarmee we expliciet vastleggen wie is waarvoor verantwoordelijk. Hoe die systemen samenwerken. Welke aannames gedaan worden. En deze dingen worden getoetst. Straks bij het opleveren. Dus dit zijn technieken die in voorgaande projecten niet werden gebruikt. Maar ik zeg van, ik heb nu de kans om in mijn nieuwe project om het wel te gaan doen op deze wijze. Oké. Okay. Ik ga gelukkig stemmen, denk ik. Zowel de mensen van op de werkvloer die ik heb geïnterviewd, als al twee van de academici eigenlijk, hebben ook gezegd dat delen met elkaar, delen van best practices, dat daar nog de grote win in zit voor veiligheid. Dus op dat punt ben ik wel heel tevreden dat dat toch elke keer opnieuw naar voren komt. Bij de start van de serie beloofde ik iedereen dat het interview een kwartier, 20 minuten, maximum een half uur zou duren. Bij iedereen duurde het jammer genoeg, of misschien is dat wel leuk genoeg, toch wat langer. De meeste antwoorden heb ik proberen bundelen in de 4 afleveringen, maar natuurlijk is zoveel meer gezegd dan dat. Zelf probeer ik volgende week alles te bundelen in 1 kleine episode en ik beloof dat het beneden de 30 minuten zal blijven. Ik hoop dat je er opnieuw van genoten hebt, zoals gewoonlijk ik wel, en hopelijk tot volgende week. Salukes.